uitermate inspirerend. Daar zitten 50 bedrijven, grotendeels op het terrein van ICT, op het terrein van internettechnologie. Allemaal bedrijven die ooit begonnen zijn met 1, 2 mensen en inmiddels ieder jaar het omzet verdubbelen. Ik heb bedrijven gesproken met 5, met 10, 1 bedrijf zelfs met 80 medewerkers die een aantal jaar geleden nog moesten beginnen. Dit is iets heel bijzonders. Wat jullie in Groningen hebben, de samenwerking tussen de hogeschool, de universiteit, het ziekenhuis, het universitair medisch centrum en de gemeente. En vervolgens de maat waarin je erin slaagt om uit die samenwerking dit type bedrijvigheid te laten ontstaan. Want al die bedrijven vinden ergens hun basis en hun oorsprong in die kennisinfrastructuur, in die universiteiten, in die hogescholen. Dat is uniek en daar kan heel Nederland iets van leren. En die locatie maakt het dan natuurlijk extra bijzonder. Ik ging daar werkelijk vol energie naar buiten. Ik ben vervolgens naar een project gaan kijken waar het betreft polymeren bedrijf wat voortgekomen is uit de Universiteit van Groningen. Het bedrijf waar inmiddels 40, en als je door een bepaalde reden kijkt, zelfs 80 mensen werken. Het zijn 2 bedrijven, maar 1 bedrijf met 40 man. Gespecialiseerd in hoogwaardige polymeren, wat eigenlijk niet veel meer is dan een grondstof voor plastic tasjes, zou je het ook kunnen zeggen. Ik kun je er ook nog van maken. Maar hier worden er zeer hoogwaardige producten van gemaakt. Vooral ook voor de medische industrie. Een bedrijf wat winst maakt, wat succesvol is. Opnieuw een voorbeeld dat je dus als universiteit erin kan slagen om bedrijvigheid uit die universiteit te laten voortkomen. Vervolgens ben ik naar Cube 050 geweest. Dat is de incubator opgezet met de universiteit, met de Hanse Hogeschool, met de gemeente. De provincie is er ook bij betrokken. Waarbij jonge bedrijven de kans krijgen om vanuit de hogeschool, vanuit de universiteit, de eerste start te maken. Ook iets wat ik nergens in Nederland in die vorm heb aangetroffen. Er is 1 universiteit die heel succesvol is in bedrijven laten ontstaan vanuit de universiteit. Dat is Twente. Ik heb in 2005 als staatssecretaris hoger onderwijs dit project ook al bekeken. En toen dacht ik, nou, er moet nog veel gebeuren. Ik was buitengewoon onder de indruk, niet alleen van het feit dat het gelukt was, maar ook dat daar kennis en ervaring in zit waar we in heel Nederland gebruik van kunnen maken. Je begrijpt het al, de suikerbieten, vanzelfsprekend. En een groot bedrijf op het gebied van pootaardappels die bezig zijn om samen met de universiteit het kenniscentrum tot bloei te laten komen bij de kennis op dit type producten en wat die producten gemeenschappelijk hebben wordt gebruikt. Ik was vorige week in Davos. Ik heb daar als enige westerse regeringsleider een grote sessie bijgewoond met de secretaris-generaal van de VN, met allemaal presidenten en premiers uit Afrika en Azië. En waarom was Nederland daarbij? Omdat aan de ene kant, als je je vinger op de wereldkaart zet, je Nederland niet meer ziet. Maar wat dan onder die vinger zit, de tweede exporteur van landbouwproducten is in de wereld. En dat is, precies, en dat is omdat wij erin slagen in dit land om wat we van Wageningen Universiteit tot en met het agrarisch hogere middelbaar onderwijs rechtstreeks ten goede te laten komen uiteindelijk aan die ene boer die ergens op de Veluwe of ergens hier in de provincie Groningen actief is. En die constante schakeling van kennis, ervaring, van het abstracte van het universitaire, het praktische van het hbo en het mbo en vervolgens de toepassing op de bodem, leidt ertoe dat er geen land in de wereld is wat op zo weinig bodem, op zo weinig grond zoveel produceert. En dat is ook precies wat in de rest van de wereld nodig is. Want er zullen steeds meer claims komen op land. Want we zullen dat land ook nodig hebben om gewassen te verbouwen, om uiteindelijk in onze energievoorziening te voldoen. De tweede generatie biobrandstoffen. Dus er komt steeds meer druk op het gebruik van land. Nederland loopt erin voorop. En dit gesprek, het klinkt zo 19e eeuw, hè? Als je praat over suikerbieten, over aardappels en over melk. Nee, dan praat je over hoogwaardige technologie. Je praat over de laatste inzichten. Je praat erover dat hier exportproducten zijn die over de hele wereld gaan. Dit bedrijf in pootaardappelen exporteert naar 80 landen. Een bedrijf als Friesland Foods dat exporteert tot en met Vietnam aan toe. En is een van de marktleiders in babyvoeding in China. Dus dat is Nederland.